Zo'n klein mannetje heeft zoveel spullen. Wat je natuurlijk ook nodig hebt op vakantie. Echte zolder. Hallo, goedemiddag, maandag, nieuw rond, nieuwe kansen. Bart is lekker met eitjes bezig. We hebben hier een eitje. En ik zit niet op school. Jola zit niet op school. Een roze eitje. Oh, gadver. Gaan we morgen lekker inpakken. Yes! En dan gaan we de... Wijde wereld in! Dit is Jola, de vervoermiddel eigenlijk. De hele zomer door. Vorig jaar was dat ook zo. Toen hebben we die step gekocht voor haar. En de hele zomervakantie gaat ze daarop overal heen. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. Het is... Waar rijd ik nou naartoe? Naar Purmerend misschien, ik weet alleen niet hoe. Oké, even een hele kleine update. We gaan dus woensdagochtend op vakantie! Ja, en omdat ik eigenlijk ook wel echt vakantie wil hebben, hebben we besloten om nog wel te vloggen. Maar ik moet heel even kijken hoe het zit met de wifi. Of ik genoeg tijd heb om te editen, want vakantie en gezin gaat even voor. En dat snappen jullie allemaal. Vakantie. Weg uit deze hitte. Oké, we gaan even eten. Hoe is dat? Zo, goedemorgen. Het begin is gemaakt gisteren. Ik heb heel veel wasjes gedraaid. Ik heb hier allemaal dingen gesorteerd. Mijn eigen tas is ingepakt. Vond ik wel zo handig om dat alvast achter de rug te hebben. Ik heb serieus op vakantie dit jaar een tas in plaats van een koffer. Het is wel die mega mommy bag, deze. Ja, er kan heel veel in. Bijna net zoveel als in een koffer. Maar het wordt natuurlijk echt passen en meten dit keer in de auto. Want ja, we hebben de kinderwagen. En ja, jullie kennen het vast wel. Zo min mogelijk meenemen. Dus ik heb ook echt met inpakken gisteren ook echt gekeken wat ik ook echt pas en aan wil. En echt heel goed gekeken, zodat ik niet van alles gewoon zomaar meeneem. Vorig jaar had ik dat wel gedaan en dan heb je uiteindelijk gewoon allemaal dingen mee die je helemaal niet gaat dragen. Er zit nog wat was in. Ik ben dus ook al mijn spullen aan het uitzoeken. Handdoek, broekjes, shirtjes, jurkjes en nog wat dingetjes. Semen in de staart, handdoeken en dit dingetje. Super handig trouwens, is een... openklapbaar en inklapbaar strandsetje. Maar dat doen we wel even los in de auto of in een andere tas, ja? Ik ga beginnen om Jola even te helpen. Zo, nou, Jax is wakker. Maar hij ligt nog wel even een beetje chill. Dus ik ga vast even de spullen uit zijn kamertje inpakken. Zo, ik ben weer even terug op de slaapkamer aan het inpakken. Want dat vond ik toch wat makkelijker omdat ik dan alles op het bed even kan uittallen. Dan heb ik even een goed overzicht van wat ik heb. En wat ik eventueel ook te veel heb. Anders neem ik gewoon te veel mee. En dat is ook heel erg irritant. Niet alleen maar dat meer plek in beslag neemt, maar ook op de vakantie. Als je in een kleine ruimte zit, zoals in een caravan of in een tent, dan is het heel erg vervelend om steeds allemaal dingen te moeten zoeken. Dus dan kun je beter wat minder mee hebben en dat je niet zoveel... hoeft te zoeken, een keuze hoeft te maken. Dus vandaar. Jax is lekker aan het spelen hier eventjes. Hé? Hé, zucht. Zucht. Altijd wachten op mama, hè? Ja, hier is een lekker balletje. Poink. Hé, hey, joh. Oké, ik zal even laten zien wat we allemaal hebben. Zwemkleren. Een vestje voor als het koud wordt. Korte mouwtjes, truitjes. Lange mouwtjes, truitjes. Dit zijn dus allemaal lange broeken. Dus dan moet ik even een selectie in gaan maken. Rompertjes. En dan moeten er nog een aantal die nog gewassen zijn bij. Korte broekjes heb ik hier. Allemaal korte broekjes. Komen ook nog een paar bij. Ja, komen ook nog wel bij. Dit is, zijn setjes. Pyjama-achtige setjes, maar eigenlijk ligt hij gewoon heel in zijn romper. Dus hydrofiel doeken. Altijd nodig. Ja, er komen er ook nog een aantal bij die nog was moet worden. Zonnebrand, een zonnebrandroller, zonnebrandspuit, wasspul, extra speentje. En dit is heel leuk. Dan kun je hier zitten, zeg maar, gaatje. Dan doe je er water in. Dan kun je zo over en maar heen gieten. Ja, heel leuk. Dat is van Stokken. Dat is nieuw. Daar kun je lekker mee spelen met badje. Luierzakjes, nog meer extra zonnebrand, anti-insectenspray, handen schoonmaken zonder dat je een kraan nodig hebt.
En deze is ook heel belangrijk, een thermometer. Die ben ik al een paar keer vergeten wanneer we weggingen. Spuugdoekjes heb ik hier al een hele stapel van. Kom maar. Een en al spuugdoek. Hij gebruikt eigenlijk momenteel helemaal niks voor spulletjes, omdat hij nergens last van heeft. Maar je weet maar nooit. Dus die moet ik wel bij me hebben. Hij slaapt niet momenteel niet in een zakje of zo. Maar voordat het wel wat kouder wordt, heeft hij iets. Nou, dit is ook heel belangrijk natuurlijk. Zijn zonnehoedjes. Hij heeft er nu 4. Deze is super lekker zacht. Die is van Kuka. En zijn zonnebril. En zijn zonnebril, ja. Deze is van de Hema. Die heeft zo'n heerlijk lekker lang lapje en daar kun je mee zwemmen. Dus je moet eigenlijk bij de zwemdingen. En een pakje als vooruit. Ja, een deftig pakje. Leuk hè? Nou, en dan zijn andere 2 zonnehoedjes. De draagdoek is ook niet geheel onbelangrijk. En een speelkleed, knuffeltjes en zijn aapie. Die had ik laatst in het goodiepakket gekregen van de prenatal en de sokken. En het was echt een super leuk ding. Lampje Veller. Ja, je kan allemaal muziekjes. Kijk eens. Leuk hè? Ja, die vind jij zo leuk hè? Mooi hè? Nou, dan laat ik zo beneden nog wel even zien wat ik nog meer meeneem. We hebben er voor nu trouwens even voor gekozen om 2 pakken luiers mee te nemen. En daar dan nog eventjes wat luiers bij te kopen. De tas voor in de auto voor voorin, die zet ik naast me. Dus daar wil ik ook even de dingetjes voor in de auto doen. En een extra setje kleding. Flesje met water. Extra knuffeltje, extra speentje. Gewoon... ja, verschoningsdingetjes, dingetjes die je in de auto nodig hebt. En dan die gaat ook nog mee voor als we een stukje gaan lopen met de draagdoek. Dan is het wel heel handig wanneer je een rugzak hebt. Ja, verschoningsding is heel belangrijk, ja. Dan verder voor het slapen gewoon. Hij ligt momenteel echt alleen maar in zijn rompertje en dan ingestopt onder een lakentje. Dat is alles. Maar dit zijn wel hele fijne dekentjes die gewoon heel luchtig zijn. Of nou ja, deze is heel luchtig. En deze is meer voor als het ietsjes kouder wordt. In de nacht kan het soms best natuurlijk. Dus die 2 neem ik sowieso mee. Ook niet geheel onbelangrijk om mee te nemen is dus... dit is de 2e fles. Die andere zit al in de luiertas met water. Voor het geval dat er iets niet goed gaat met de borstvoeding, moet je toch ook voeding bij je hebben. Want dat kun je daar niet zo makkelijk kopen. Dus ik heb 1 pot bij me en deze. En deze hebben we bij ons. We gaan hem gewoon zelf maken hoor, maar dit is ook wel een keertje leuk om te geven. Deze voor als we hapjes gaan maken. Deze die slik ik elke dag. Die zijn heel erg goed wanneer je borstvoeding geeft. En borstvoedingsthee gebruik ik ook. En natuurlijk... ook niet geheel onbelangrijk. De borstkolf niet vergeten. Tada! Want met de kolf kan ik afkoffen. Dan kan ik misschien een keer een drankje nemen. Die gaat natuurlijk ook mee voor Yola. Yola de vervoermiddel. En deze die ik natuurlijk speciaal voor de vakantie even gehaald had. En dan wachten we nog op een tentje die binnenkomt. Voor mij om in te slapen. Oh, die moeten we nog van de zolder afhalen. De puptent. Die ga ik even pakken. Ga je dat ooit vinden? Heel vol hier. Welkom op onze echte zolder, onze vliering. Wow, het is echt niet te zien. Even kijken, aan deze kant ligt het niet. Nemen we die opblaasdingen allemaal niet mee dit jaar? Eentje. Daar ligt het op. Dan moet ik even kijken waar dat ligt. Ik ga verder. Oké, ja, we've got some light. Nee, dat doe ik wel ergens anders zien. Maar dit gaat er mee, toch? Ja. Normaal zouden we dus veel meer... Normaal zouden we dus veel meer moeten pakken van de zolder. Want de tent ligt daar en de andere luchtbedden. Maar vooral de tent is echt heel groot. Maar dit jaar, omdat ik dus niet in de tent wilde met de baby, hoeven we dat niet te doen. Want we gaan in de caravan van Bart's vader. Ik moest deze gewoon kopen, want ik vind het zo eng om met hem op het strand te verblijven.
straks. Dat ik dacht, ik moet zo'n speciaal tentje hebben. Kijk, dit is dus een pop-up playtime tentje. Nou, daar hebben we wat aan totdat hij 2 is. En dat kun je dus als bedje gebruiken. En als tentje voor op het strand. Dat is wel mooi. En dan kan je daar ook nog wat speeltjes in doen hangen. Dus dat is wel leuk. Ja, druk, druk, druk. Deze moet ik namelijk nog versturen op de bus doen. En het pakketje van het hoesje wat niet goed was. En maar dit ding, even serieus, in wat voor doos moeten we dat doen? We hebben echt geen doos. Heel erg leuk dat we zelf die actie hadden bedacht om het aan iemand weg te geven. Maar ja, ik heb gewoon echt geen doos. Het is gewoon echt een probleem. Nou, balen. Geen doos in het postkantoor. Geen doos in de supermarkt. Geen doos bij de bloemenwinkel. Alles geprobeerd. Dus de luiteraar staat er achterin. Nou ja, wie weet kom ik nog ergens op straks. In ieder geval nu verder met de rest. Andere pakketjes wel bezorgd. En wat je natuurlijk ook nodig hebt op vakantie, wanneer je veel op het strand gaat lopen, is een hoedje. En een lekkere draagdoek. Mama. Dus mijn moeder heeft deze even gebracht. Nou, dit is echt een zomerdingetje. Dat is super lekker dun stofje. Heerlijk. Je hebt al behoorlijk gekweld. Ja, Jax vindt hem ook lekker. Hij eet hem op. Lekker, hè? Hij moet lachen. Oh, wat lekker. Hij houdt al zo goed zijn hoofd recht op. Dit wordt alleen maar makkelijker. Ja. Niet vergeten natuurlijk de vitamine D die Jax nog steeds krijgt. Volgens mij hebben we dan alles wel. Kan zijn dat er dingen zijn die ik wel mee heb en niet heb laten zien. Ja, het enige wat we nog nodig hebben is de paspoorten. Dat ziet er ook zo leuk uit dat we er tegenwoordig 4 hebben. Echte familie zijn we, hè? 4 paspoorten. Veel plezier met je aankoop. Nou, ik ga het even unboxen hoor, mensen. Daar komt ie. Woehoe! Wow, nog net op tijd binnen om mee te nemen op vakantie. Wow. Op zolder is dus bij ons de coolste plek in huis. Dus daar ga ik dan maar even heen. Hier is echt een heerlijk windje, hè, schat? Oh, dat is lekker, hè? Zo, jongens. Het is nog niet helemaal afgelopen voor mij. Want ik moet nu nog deze vlog gaan editen. Zorgen dat hij ingepland is. En dan al mijn computerspullen, camera-spullen en zo inpakken en meenemen. Want dan kan ik ook weer lekker vloggen en editen wanneer ik op vakantie ben. Ik heb al eerder in deze vlog wat erover verteld. Maar hierbij nog een keer. Ik ga proberen om gewoon op de normale uploaddagen, maandag, woensdag en vrijdag, 's ochtends een vlog te uploaden vanaf de vakantiebestemming. Mocht dat niet lukken, dan komen ze gewoon wanneer we er weer zijn. Want dan kan ik weer sneller uploaden. Dus, en de vlogs lopen natuurlijk ook achter. Dus tegen de tijd ben ik waarschijnlijk alweer terug. Of niet. We weten het ook niet. Want we gaan namelijk op de Bonnefoy. Heb ik eigenlijk nog helemaal niet echt wat over verteld. Maar we gaan dus op de Bonnefoy. We boeken onderweg een hotelletje of zo. Dan gaan we naar de camping. En dan gaan we nog een stukje doorrijden. Weet je wat, ik hou het ook een beetje als verrassing. Dan kunnen jullie het allemaal nog wel zien. Abonneer als je op de hoogte wil blijven daarvan. Druk op belletje, zodat je ook van de vlogs die misschien tussendoor op een ander tijdstip komen, op de hoogte bent. Dankjewel voor het kijken en tot later. Doei! Rock that joint.